dat je weer kijkt naar een nieuwe video over uit het hoofd spelen. Wat belangrijk is bij het uit het hoofd spelen, is dat je het stuk heel goed kent. Als je het stuk kan zingen, dan kan je het vaak ook spelen. Kan je het stuk niet zingen, betekent dat dat je niet weet hoe het stuk gaat, dus dan kan je het ook niet spelen en dan al helemaal niet uit het hoofd spelen. Wanneer je een stuk speelt, gebruiken wij vaak ons onbewuste geheugen. Je speelt dan op je motorische geheugen. Dit houdt in dat je niet precies weet welke noten je speelt. Je vingers die gaan dan juist automatisch. Maar wanneer je bewust wordt van wat er op je papier staat, dan zul je ook merken dat het uit het hoofd spelen makkelijker wordt. Als ik uit mijn hoofd ga spelen, helpt het mij om heel langzaam te zingen en tegelijkertijd je kleppen heel bewust en heel hard in te drukken. Op deze manier geef je je hersenen namelijk de juiste opdracht voor je vingers. Wat belangrijk is dat je hierbij goed naar je bladmuziek kijkt, zodat je uiteindelijk kan dromen wat er op je papier staat. Dus welke noten er staan, welke aanwijzingen er worden gegeven. En ga zo maar door. De volgende stap is om het stuk te spelen. Probeer niet om het hele stuk in één keer te doen, maar juist in frases of een gedeelte van het bladzijde. Als je namelijk het hele stuk elke keer doorspeelt, kan het zijn, wanneer je bij het einde bent, dat je het begin alweer kwijt bent. Wat ik zelf altijd doe, is dat ik op een normale positie voor het saxofoonspelen sta, ten opzichte van mijn lessenaar. Elke keer, als ik het goed heb herhaald, doe ik een stap naar achteren. Als je dit blijft doen, zul je merken dat je op een gegeven moment niet meer je bladmuziek kan lezen en dat je het daadwerkelijk uit je hoofd aan het spelen bent. Vond je deze video nou leuk? Vergeet hem niet te liken en te delen. En hopelijk zien we jullie de volgende keer weer.